Ster, vind jij het ook niet raar dat het gewoon nu een andere school is? Maar wij zijn weer samen. Ja. Nola en Jesse, niet normaal. Maar ik ga al gelijk de deur uit, want ik ga richting mijn vrienden van Smitoptiek, want Ella is vandaag jarig. Een hele goede morgen. Zo, jongens, jullie horen het aan mijn stem. Het is vroeg. En als ik zeg vroeg, het is 8 uur en ik ben al sinds 7:30 op. Ik heb net lekker gedoucht en alles. Maar dit is echt weer, echt, voor mij weer compleet nieuw. Dit is zo lang geleden dat ik om 8 uur ben opgestaan. Maar jongens, vroeg opstaan heeft ook wel zo zijn charmes, jongens. Een laag zonnetje, een mooie ochtendzonnetje. Heerlijk. Maar jullie vragen je waarschijnlijk af waarom ik zo vroeg wakker ben. Nou ja, in de vorige video had ik verteld dat ik vandaag opnames heb voor brugklas samen met Sterren. En dat begint altijd hartstikke vroeg. En ik heb al heel lang geen draaidag meer gehad. Dus ik ben het totaal niet gewend om vroeg op te staan. En daar heb ik deze jongen voor. Dus ik drink dit koffietje op en dan ga ik lekker rijden. En dan gaan we vandaag een leuke dag ervan maken. Ik weet niet of ik heel veel kan filmen, want we moeten best wel veel doen vandaag. En tussendoor is er denk ik niet heel veel tijd om te filmen. Maar ik ga proberen zoveel mogelijk leuke te maken, dus maak je niet druk. Nou, jongen, jij bent van mij. Kom maar naar vier. Oh, even kijken hoor. Ik hoop het niet, maar volgens mij moet ik tanken. Nou, we gaan het zien. Even kijken, daar gaan we. We starten hem. Uh-oh, brandstofreserve. Oké, nog 64. Ah joh, 64 kilometer man, dat redden we makkelijk. Let's go. Oké, jongens, primeurtje. Het is middernacht, 1:30. Ik kijk op je verhaal en ik zie je daar staan, daar met al die guys om je heen. Maar ik geef geen fuck om met wie je daar samen bent. Ik ben on my way. Het is nog lang niet te laat om met mij mee te gaan. Zeg maar waar moet ik heen? Ik kom voor jou en jou alleen. En schat, voordat de nacht verdwijnt, zal ik je alles geven. Wil niet dat je met hun achterblijft, want echt, ze zijn je hart. Ik ga jou stelen als een dief in de nacht. Ja, vanavond ben jij van mij. Ga jou niet delen, hoef niet langer op jacht. Ja, jij bent de man voor mij. Ik geef jou beter, we verlaten de stad. Ja, ik wil je aan mijn zij. Ik ga jou stelen als een dief in de nacht. Ja, vanavond ben jij van mij. Kleine teleurstelling. Brugklas is niet meer op dezelfde school als dat het was. Eerst was het altijd in Zaandam. Maar dit is nu dus de nieuwe school. Lijp, hè? Gek. Gek is dat. Zeg maar, ik ben echt gewend. Zeg maar dat het gewoon brugklas is gewoon één school. En alles is daar hetzelfde. Maar nu is alles gewoon anders. Dus dat is gek. Dat is gek. We gaan vandaag dus 10 afleveringen opnemen. En moet je kijken wat voor mooi pak ik heb. Is toch niet normaal? Een mooi roze overal pak. Ik vind het helemaal top. Blauw shirtje eronder. Hey! Hey, Ster! Dat is lang geleden. Hoezo mag jij dan eigenlijk de blauwe en moet ik de roze hebben? Vandaag. Waarom? Omdat ik roze goed vind staan. Ja, dat is wel echt waar, hè? Staat het me? Ja. Top! Nou, wat leuk, jongens. Daar zijn we weer. Ja, ging. Snap ik. Nee, Vincent, geen wat leuk. Tuigje om doen. Ja, ik krijg een tuigje om. Ik kan hem zo om doen. Dit wordt echt een foute scène, dit. Maar we gaan ervoor. Ik ging porno opnemen. Ja, ik ben een wilde tijger, dit. Het is wel meer een soort foute porno nu dan een soort hond. Oh my god. En wat? Zo fijn, hè? We hebben nog iets foute porno dan al. Moet je eens kijken, jongens. Wat een leuke studio. Ik dacht een huidtape dat je bedoelt. Is het gewoon uit, hoe zeg je dat ook weer? Ja. Uit de showroom. Uit de show. Ja. Ja, fucking anders. Je moet weten hoe we hier aankomen. Ja, Ster, vind je het ook niet raar dat het gewoon nu een andere school is? Ja. Ik kwam hier echt binnen en ik dacht echt van, hoe kan dit nou? Hoe kan het nou dat we gewoon niet meer op dezelfde brug als school zitten? Voor mij had het een soort van brug als mogen stoppen toen wij stopten. Een soort van als het einde. Nu gaat het allemaal door in ja, een nieuwe school. Ja. Echt weird. Maar eerlijk, zeg maar, als je dan zeg maar, heb jij ooit nog een andere aflevering gekeken? Mm-mm. Ik ook eigenlijk niet meer. Ik heb ook helemaal geen tv, als in, ik heb geen NPO 1, 2 en 3. Nee. Ja, dan houdt het op. Maar wij zijn weer samen. Yeah. Nola en Jesse, niet ik normaal. Ik heb eerlijk gezegd, toen we stopten niet gedacht dat we nu nog steeds door draaien van brugklas. Nee, ik denk het ook niet. Maar we hebben nog best wel veel dingen gedaan. We hebben nog dat Wheel of Brugklas vorig jaar gedaan. Ik was helemaal vergeten dat het vorig jaar was. Ik dacht dat was vorig jaar. Ja, ik dacht dat het alweer 3 jaar geleden was. Nee joh, gekkerd. Gekkerd. Nou jongens, we zijn lekker aan het opnemen. Draaien. Het is warm, dus ja. We moeten poederen. Anders glanzen we, glimmen we op beeld. Is het zo gefixt? Ik vind het zo leuk. Ja. Nou jongens, moet je eens kijken jongens. Hier zitten we dan. Hoe gezellig. Met z'n tweetjes. Maar deze ging niet zo goed. Want, yo, dit was een blooper. Let op. Kijk, daar komt ie. Ja.
Nou, het gaat goed. Jongens, het gaat goed. Je moet met je... Dit is zoomen, toch? Of dit is toch... Welke is nou, welke nee, je, is nou focus? Je zoomt met deze. En dit is focus. De voorstelling is focus. Ah, kijk. Nou, jongens. Ik ga eventjes... We gaan een promo opnemen, Ster. Wacht. Is dit goed of moet die wijder? Ja, TikTok mag wel... Nou, hij wordt, het wordt een, hoe heet dat? Horizontaal. Oh, dus moet je moet hem heel iets ruimer doen dan. Ja, voor zo. Ja, is hij goed ja, geld? Een nieuwe aflevering. Ja, van toch? Hij heeft op de ogen, zie, op de ogen, op de wimpers is hij rood. Ja, dat is prima. In de hoofdmoot. Ja, dit wordt. 3, 2, 1, actie. Een nieuwe aflevering van Brugglas TV staat online. Ga hem checken. Ja, dat is nice. Ja. Goed, hè? Ja, nou, alsof ik het vaker heb gedaan. Dat is wel prima. Nou, top. Moet je, zie je, kijk dan. Ik zou gewoon met dit ding gaan vloggen voortaan. Ja, dat kan best doen. Toch? Hou eens voor je. Nou, dat lukt niet. Oké, nu mag jij weer. Oké, kom maar. Nou, jongens, daar gaan ze. Ze willen graag een rap challenge doen. Ja. Ja, nou. Ja. Yo, maar ook echt knijterhard gewoon. Zo, hij gaat echt ook. Hij gaat op zijn nek maken. Wij moesten het net ook doen. Ster had ook verloren. Oh. Hoi. Hoi. Ik kwam dus binnen. En die, er stond niemand. Ik dacht dat het duurt lang. Het duurt echt lang, dus er stond niemand. Dus ik sta te kloppen op zo'n deurtje. Maar waarom ging je terug? Ik had dit volgens mij naar buiten genomen, maar ik had niet betaald. Maar ik zeg maar, ik zit op de deurtje te kloppen. Ik zeg hallo, hallo. Ik stond daar een tijdje. Er komt zo'n meisje en die zegt zo, mag ik plassen? Ik zeg zo, oh sorry, pardon. Ja, dus ik stond er echt lang toch? Ja. Nou, gek. What the fuck? Hé, we zijn klaar. Zo jongens, dat was hem weer. Ah, heerlijk. Het was echt een leuk dagje jongens. En als het online komt, laat ik jullie weten. Ik weet niet precies wanneer het online komt, maar het wordt echt leuk. En het was heel erg gezellig om weer met Sterren te zijn. En ja, wat ik zeg, het is echt een leuk concept geworden. Dus als het online komt, laat ik het weten. Kunnen jullie het gaan checken. Ik ben wel weer een beetje moe, want echt, het is best wel lang geleden dat ik zeg maar, zo'n lange opnamedag had. Ik begon zeg maar om 7:30 tot en met 6. Dat is best wel een prima dag, zeg maar. Maar goed, het is leuk. En het werk wat ik doe is sowieso fantastisch. Dus ik mag niet klagen. En het zonnetje schijnt. En dan weten jullie, dan ben ik tevreden en blij. Ja, ik heb mijn pakkie meegenomen. Mijn roze pakkie. Maar ik was dus net met mijn ex. Ja, ik zag het. Met mijn brugklas ex. Maar goed jongens, wij zijn gewoon weer heerlijk op het strand. Want Ruben, Willem, Joris en Carlo die zijn aan het eten. En ik heb nog niet gegeten. Ella heeft nog wel gegeten, dus we gaan even lekker eten. Oh, wat een luxe toch dat je zo dicht bij een strand woont. Dat is best wel uniek hè. Sommige mensen gaan dus echt gewoon een dagje strand. Oh, zo, ik zat even na te denken. Eigenlijk woon jij al niet dicht bij het strand. Maar... Wel. Ik woon dit best wel... Je laat niemand ooit uitpraten. Oh, sorry, ja. Zeg maar. Maar ik was in de war met... Mensen die in, weet ik veel wat, Overijssel wonen, die kunnen echt nooit naar het strand. Nee. Zeg maar, dit is echt dicht bij het strand hoor, een half uur. Wat een luxe jongens. Wat een luxe. Ja. Willem, laat die mail met rust. Hij draagt hem uit. Nee, wat zei hij dan? Ja. Hij noemde hem dik. Wat zei hij? Hij noemde Willem dik. Ja, ik zweer het je. Ja. Dan had ik hem ook gepakt door Wim. Ja, doe jij dat ook wel eens? Ja. Jij bent dik. Ja, ik word ook vaker uitgescholden door een mail. Tomme. Happy Meal. Dames en heren, jongens en meisjes, het is vandaag maandag en ik heb zaterdag en zondag niet gefilmd vanwege een begrafenis. En ik kon daar gewoon niet filmen. En die avond hebben ze zeg maar ook een borrel gehad bij diegene. En ik weet niet, ik had gewoon geen zin om te vloggen op zo'n moment en ik hoop jullie dat begrijpen vast wel. Maar ik ga al gelijk de deur uit, want ik ga richting mijn vrienden van Smitoptiek, want Ella is vandaag jarig en ik heb voor haar een hele mooie bril geregeld, want Ella wil al heel lang een bril. Ella weet trouwens van helemaal niks, ze denkt dat ze hem zelf moet gaan kopen. Ik heb gewoon gezegd van ja, nee, ik heb gevraagd wat het voor een inkoopprijs is en dan kan je hem voor inkoop kopen en zo. Maar die mensen van Smitoptiek zijn natuurlijk van, maat, is goed, we doen met je mee, dus we geven zeg maar samen de bril aan Ella en ik wil sowieso Smitoptiek bedanken. Ik ga zelf ook weer een mooie nieuwe bril uitzoeken, dus het wordt hartstikke leuk en dan gaan we daarna richting Ella. Dus jongens, eerst nog deze zonnebril op en let's go. We gaan ervoor. Kijk eens jongens, daar zijn we. Hey, ik kwam er dus laatst achter dat dit waarschijnlijk een van de eerste opticiens in Nederland was, dit. Nou jongens, hier is Smitoptiek, hij is nog dicht. Dus ga even aankloppen. Nou jongens, daar zijn we bij Smitoptiek en dit is hem. Och, dit is wel echt een mooi ding. Ik weet zeker dat ze hier blij mee gaat zijn. En ja jongens, voor als jullie het weten, ik hou hier altijd mijn brillen. Dus als je een bril nodig hebt, kom naar Smitoptiek. Wat moet je doen? Nou jongens, daar staan we weer. Ik heb nu een Dita op. Ik vind het ook wel een vette bril eigenlijk.
Dit is ook vet. Ik zei het net ook al, je hebt hier echt alles. Dus als je een zonnebril zoekt, ga hierheen. Nou jongens, ik heb ook een nieuw brilletje. Wat een toppertje. Daar zijn de brilletjes en ik ben heel erg benieuwd hoe Ella gaat reageren, jongens. Ze wil zo graag deze bril, dus het is helemaal top. Nou jongens, en hier is haar volgende cadeau. Een gouden Rolex. Grapje, nee, tuurlijk niet. Weer gek, weer gek. We zitten weer in de auto en kijk eens wie er naast me zit. Met een hele, hele mooie zonnebril. De jarige Job. Ja, we hebben vandaag, ik was al om 1 uur en het is nu bijna 7:30. Maar we hebben de hele dag gezellig bij jou gezeten met allemaal je familie en je neven of je nichten. Ja. En ze heeft een nieuwe bril op. Vind je mooi? Ja. Ja, eigenlijk, kijk, Ella wist natuurlijk dat ze deze bril wilde, precies het model zeg maar. En toen dacht ik van, deze heb ik van Finn gekregen voor mijn verjaardag. Ja. Ja. Maar hij staat je goed. En nu gaan we richting Amstelveen, want we gaan lekker eten. Ook voor jouw verjaardag. Wat word je verwend vandaag? Ja, ik ben echt verwend vandaag. Ja, echt hè? Ik wilde bijna een Rolex voor je kopen, hè? Als verjaardag ook nog. Nee, zeg maar bij dat smidoptiek daar had je zo'n gazan zitten. Daar allemaal gouden horloges. Je maakt een grapje. En nu ga ik het volgende cadeautje kopen voor Ella. Maar het is natuurlijk gewoon een grapje. Ben je gek? Ja. Nou, daar zitten we dan. Bij onze vaste tent. Aysa, in de regen. Ik zweer het, je weet nog niet. Nooit geregend op een verjaardag. Nee? Echt nee. Dus? Dit vind jij helemaal niet leuk? Nee. Zo, het regent wel echt hard inderdaad. Maar het is wel ook zo. Normaal doe ik altijd iets op een verjaardag. Ga ik altijd in de avond een koekje in de tuin zitten. En zo. Maar het is maandag, hè? Ja, maar het is wel vakantie. Maar hoezo? Je doet nu toch ook wat? Ja, nee, maar nu heb ik het niet nodig dat het droog is. Nee. Maar goed, heerlijk hier. Ook al regent het parasolletje. Dames en heren, jongens en meisjes, het is vandaag dinsdag. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Maar in de volgende vlog heb ik een hele leuke auto mee. Met allemaal rare snufjes en allemaal gekke dingen. Dus ik zie jullie bij de volgende video. Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.